Op het ministerie van Financiën heeft gisteren de ondertekening plaatsgehad van de lening Fiscal Strengthening to Support Economic Growth. Financiën-minister Gilmour Hoefdraad en de IDB Country Representative in Suriname, César Falconi, hebben hun handtekening onder het document geplaatst. Het gaat hierbij om een bedrag van $40 miljoen. Met de lening zullen fiscale hervormingen worden gefinancierd om te komen tot een efficiënt en transparant beheer van alle overheidsinkomsten en uitgaven. Momenteel is op werkbezoek in Suriname James Scriven, CEO van de Inter-American Investment Corporation, IIC. Dit is een IDB-orgaan belast met de ontwikkeling van de private sector in de lidlanden. In dat kader wil de IIC haar ondersteuning in het Caribisch gebied in de komende jaren verhogen. De IIC-topman heeft op de eerste dag ontmoetingen gehad met de minister van Financiën, de governor van de IDB, de minister van Handel en Industrie en de governor van de Centrale Bank van Suriname. Ook zal hij gesprekken voeren met vertegenwoordigers uit de private sector. De IIC heeft in het verleden onder andere bijgedragen in de financiering van het Bergendal Eco-Resort en biedt momenteel financiële ondersteuning aan Fernandes Bakkerij.